Ja, dat is eigenlijk een beetje het linker stukje. Kijk, op het moment dat je hier de bocht door gaat, moet je eigenlijk rechts uitkomen. Als je dan op de linkerbaan zit en je moet naar rechts, ja, dan blijft echt wel een link stukje. En dat heeft te maken met deze gleuf in het wegdek. Al lange tijd moet het voorbijrazende verkeer in Schiedam-Noord, dat via de Churchillweg de Mozartlaan oprijdt, goed uitkijken. Vooral bij het verwisselen van de rijbaan. Ik zou zeggen, voor mensen die hier voor het eerst komen, is het wel even schrikken. Alex rijdt zelf regelmatig met zijn motor over de weg en weet dat hij goed moet uitkijken. De afgelopen jaren zag hij de weg steeds gevaarlijker worden. Ik denk al, voor mijn gevoel, een jaar of 5, 6. En ja, hij wordt steeds breder, steeds dieper. Begint inmiddels een beetje op een trambaan te lijken. Ja, ik ben er inmiddels wel aan gewend. Maar goed, op het moment dat je moet uitwijken voor een auto of ander verkeer. En je komt in die gul terecht, en dat is vooral in de bocht daar zo. Dan ja, kan dat best wel voor een link moment zorgen. Ik sprak vanmorgen een rijschoolhouder hier die op het Bachplein zijn werkzaamheden doet. En ook mensen motorrijlessen geeft. Ja, die geeft eigenlijk hetzelfde aan. Ik vroeg me eigenlijk af van, joh, mijt je dit stukje niet, weet je? Vooral met jonge beginnende rijders. Geeft aan, ja, nee, we rijden daar ook. Maar in elke bocht geef ik altijd aan van, jongens, let op, weet je, er zit een gul onderweg. Dus ja, hij is heel erg alert. Het is niet zo dat er niks gebeurt. De gemeente heeft samen met Irado dit bord geplaatst. Het gevaarlijk is wel dat de gleuf ter hoogte van het bord al lang en breed, steeds breder dus, in het wegdek zit. Dat is volgens mij een jaartje of 2, 2,5 geleden. Waarvan ik me dan verbaasde dat het bord er stond. Ik heb zoiets van, ja, ik kan een bord plaatsen, maar doe er wat aan. Verderop heeft de gemeente al eerder een plakstrook aangebracht om de situatie veiliger te maken. Dat moeten ze hier op zijn minst ook doen, vindt Alex. En kijk dan meteen even naar de weg op andere plekken in de stad, zegt hij. Ik kan ook begrijpen dat het bij de gemeente heel erg druk is. En dat ze te mensen tekort hebben. Maar goed, als je hier gewoon in Schiedam zo'n rondje rijdt, dan zijn er meer van dit soort plekken. Waar ze, ja, naar mijn mening, wel wat aan kunnen doen. De gemeente Schiedam wilde niet reageren op vragen van Schie over het wegdek. En de komende periode verwacht Alex dat er toch wel een ongeluk plaats zal gaan vinden. Zelf kijkt hij in ieder geval extra uit op de motor. Ik denk dat als je in de gul terechtkomt, en zeker met twee wielen, dat je dan echt wel onderuit kan gaan en een lelijke smakken kan maken. Ja.